Wij zijn op weg naar Tino. Tino van Leeuwen. We hebben net bij hem aangebeld, maar hij was er nog niet. Of misschien hoorde hij dus niet. Ik ga Tino nog één keer bellen. Ik hoop dat hij komt zometeen. Ik heb hem geen sms. Wat wil jij zometeen van hem weten? Ik ben erg benieuwd waar hij zelf zijn inspiratie vandaan haalt en hoe hij het voor elkaar krijgt om mensen op totaal andere gedachten te brengen en om iets te gaan doen, zeg maar, naar aanleiding van het concert. Dat is wat ik heb meegemaakt en dat is een heel merkwaardige ervaring. En ik denk dat kunstenaars in staat zijn om zoiets te doen, om zeg maar een wereld in beeld te brengen die er nog niet is, waardoor mensen zich uitgenodigd voelen en zelfs gestimuleerd om zelf iets te gaan doen. Ja, Robijn Soetendorp is oprichter van het Earth Charter. Waarin hij juist eigenlijk nieuwe waarden stelt voor een nieuwe fase van onze beschaving. Ik dacht, jongens, we zijn wel op zoek met z'n allen naar iets. Hè? Ja. Omdat ik vind dat je dat eigenlijk veel eerder zou moeten herkennen. Want op dat moment ga je open en in die openheid, dat zei Marlijn ook, kun je juist iets nieuws ontdekken. Eigenlijk ben jij op zoek naar jouw meest mogelijk hoogste resonantie in jouw leven. Ja, misschien is dat het. Ja. Nou, ik weet niet of dat het moet in ieder geval geen egocentrisch doel zijn. Dat het iets onder de oppervlakte zindert, als het ware. En dat is waar we naar zoeken. En dat is ook wat ons allemaal aanspreekt en wat we proberen te benoemen. En daarvoor is taal misschien nog te mager. Maar er zit iets onder die oppervlakte wat enorm, wat goed is, zeg maar, wat ons aantrekt. Steeds meer verrassende dingen. Dus ja, ik had gehoopt dat het zo zou gaan en het gaat ook zo. Dus, en misschien nog wel meer dan dat.